Een hele goede middag hier vanuit Antwerpen. Ik bevind me op het Singsevoor. Hier in Antwerpen natuurlijk. En hier is natuurlijk een van de grootste kermissen van, nou, de grootste kermis van België in de gang. En ik neem jullie mee op deze speciale kermis, vind ik zelf. Nou, de eerste attractie die we tegenkomen in Antwerpen is een reuzenrad. Ja, ik ben totaal niet bekend met de Belgische eigenaren. Dus ja, dat zou ik ook amper of niet benoemen in deze video. Het speciale aan dit reuzenrad is dat hij draaiende gondels hebt, dus je kan ze zelf ronddraaien. En dan komen we hier de Big Splash tegen, natuurlijk een wildwaterbaan. Hier in België heb je heel vaak van dit soort dingen. Dat noemen ze Luna Park en dan mag je niet in onder de 18 jaar. Dat is wel opmerkelijk. Ja, en hier hebben we de Shaker. Ja, zoals ik al eerder zei, de eigenaren zijn bij mij niet echt heel bekend. Dit is omdat dit mijn eerste Belgische kermis is, maar ik zal proberen om hier en daar even, ja, hieronder in beeld even af en toe de eigenaar bij te zetten. Maar zoals ik al zei, ik ben niet heel bekend hier. En hier de extreem. Hier ga ik zeker weten een rondje maken. Come on, come on, come on!
glijbaantje. Hier de XXL van Dotremont. Een KMG XXL schommeltje. En zoals ik altijd zeg, achtbaantje mogen op de kermis niet ontbreken. Hier de Wilde Muis achtbaan. Nou, hier bij de tweede zaak hebben we een curryworstje gehad. Super. En natuurlijk een spookhuisje mag ook niet ontbreken. Hoe dit zo heet in de eigenaar, ik zou het niet weten. Voor 5 euro. Ja, ik vind het een beetje duur. Deze hele kermis is überhaupt een beetje aan de dure kant. Voor een ritje extreme, zo'n topscan, betaalde ik gewoon 7 euro. Ja, dat kan echt niet. Wauw, wat een mooi ding. De Polype, Monster 3, gebouwd door de Sportkop. Met achterwad. Kijken of hier misschien een rondje in. Welkom aan boord van de Turbo Polype. Ja, niet degene die we kennen van de Hans van Tol. Attention, je wordt gezocht. We gaan beginnen. Dan denk je, ah, ik ga hem niet vangen, dus ik film niet. Ja, die had ik dus nu. Ja, top. En hier de take-off, een echte hus. Ja, topmachine dit. We gaan zeker even een rondje kijken. In Nederland zul je het mooi vinden, maar in België en eigenlijk de rest van de wereld wel. Eigenlijk wel. De Pirate Party, een schommelschip met wellicht echt kooien. De Terror Factory, tweede spookhuis. All right, everyone, let's go and cook the things. En eindelijk kom je hem dan eens een keer tegen Hoeven 32. Maar ah, wat een mooie zaak zeg. Jongen, jongen. Oké, ik ga alles lief, al die alles was jou. Oh,
Het is wel eens in orde. Willen jullie nog een keertje? Willen jullie wat swingen? Gewoon al die handjes en al die voetjes omhoog, al die handjes en al die voetjes denk ik. En hier de supercoaster, rollercoaster, weet ik voor je heen. Wat is het toch mooi als iemand op zijn bek gaat in deze dingen. Ja, dat kan ik wel genieten. Overal vind je van dit soort ja, lunaparken. Ja, ik vind het wel grappig. En op zo'n grote kermis heb ik tot nu toe maar één autoscooter gezien. Ja, en ik vind dit oprecht best wel mooi. Maar goed. Je hebt bijvoorbeeld daar een moester en daar een moester, maar één, ja, autoscooter. Goed, ik heb het allemaal niet bedacht. Zoals de vaste kijkers van mijn kanaal wel weten, ben ik best wel fan van jumpers. Zeker van dit soort smashing jumpers. In dit geval de Air Max, hier op Kermis Antwerpen. Rekka, Rekka, Rekka Dance van Verwijk Bufkens. Nou ja, ik ga je gewoon niks meer zeggen. Je weet het, het is gewoon topzak. Nummer 1. Ja, dit is echt, ja, prachtig. Ik zou zeggen, geniet van deze beelden. V-Max Booster. In Nederland rijdt er ook eentje van dit type rond de boostermarkt zonder de voer. Een loopspookhuisje.
Met volgens mij live action ook. En dan komen we hier nog een Starflyer tegen. Leuk verhaal van deze Starflyer. Deze is door een Nederlandse exploitant gehuurd van een Tsjech. Dus ze zijn gewoon een Tsjechische attractie die hier staat. En een hele Nederlandse exploitant is Orneman. Ja, nu lopen we weer richting de uitgang. Nou, en dan al het moois komt een eind zo ook aan deze video van Kermis Antwerpen. Ja, heb je genoten van deze video? Doe een duimpje omhoog. Ik heb eindelijk de Decadence, de Move It en eigenlijk al die Belgische attracties die ik al heel lang wil zien, eindelijk een keer gezien. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je weer de volgende review. Maso! Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en zie ik jullie bij de volgende Kermis Review.